Nou, ik ben Tristan van het Loo, ik ben 16 jaar en ik ben een buitenspeler met veel snelheid en goede 1-1 actie. Tristan van het Loo is door de jeugdtrainers van SC Heerenveen uitgeroepen tot jeugdspeler van de maand. Waarom denk je dat jij het geworden? Ik denk omdat ik veel met onder 18 mee train en bij mijn eigen team gewoon goed mezelf kan ontwikkelen en goede prestaties lever. Ja, Tristan is iemand die bij ons in onder 17 zijn tweedejaars B-junior als ware. En die heeft gewoon laten zien dat hij in de kleedkamer en in de groep niet altijd heel luidruchtig aanwezig is. Maar als er dan trainingen en wedstrijden zijn en je ziet hem dan deelnemen aan die activiteiten, dan valt hij gelijk op. Heeft hij heel veel potentie. Hij laat zo gezegd zijn voeten spreken, zeg maar. Ja, het is niet iemand waarvan je denkt van nou die heeft de glamour en die heeft een lawaai om hem heen en hier ben ik. Het tegenovergestelde. Maar praat met de voeten wat je zegt. Ja, ik ben niet echt van veel praten, maar ja, gewoon laten zien wat ik kan in het veld. En ja, wat maakt jou een goede buitenspeler, denk je? Snelheid, veel actie, veel dreiging voor de goal en kan ook wel goede assist leveren. Het is een aanvaller die je met name zeker op de rechtsbuiten en eventueel ook misschien wel in de hele voorste linie kan spelen. Met enorm veel snelheid. Het voordeel bij Tristan is, zolang als ik hem ken, heeft hij nog nooit, klop het af, maar nog nooit een blessure gehad. Dus die heeft alle trainingen en alle wedstrijden mee kunnen doen. Ja, hij zit vanaf de voetbalschool zit hij het is echt een product van Sportclub Heerenveen. Dus uit de jonge jaren al naar richting volgend jaar onder 18 zit hij al hier in de opleiding. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het eerste van Heerenveen, met wat voor speler zou je jezelf kunnen vergelijken? Denk van Bergen, qua snelheid, qua dreiging ook. Nou ja, kijk, Mitchell heeft ook heel veel potentie en heel veel snelheid, met name naar voren toe. Dat heeft hij ook. Het is niet hetzelfde type als Mitchell, maar je kan hem daar wel in de blauwdruk zo zien. En als je gewoon kijkt naar het gehele voetbal, wie is je grote voorbeeld? Neymar. Veel finesse en... goede techniek. Wat denk je dat jij nog moet bereiken of beter in moet worden om ook op datzelfde level te komen? Veel aan mijn techniek werken. En vooral die dreiging. Ook mooi voetbal, daar hou ik ook wel van. Nou, kijk, met name in als je het hebt over grote ruimtes in omschakelmomenten. Jongen, dan is een vis in het water. Is je levensgevaarlijk. Zijn scoringspercentage, daar kunnen we er zeker nog aan sleutelen. Maar ook in kleine ruimtes, als de tegenstander heel ver terugkomt. In kleine ruimtes handelen, kijkgedrag. Nou, daar is hij druk mee gaande. En hij is ook beloond dat hij dan 3 keer in de week met de onder 18 mee gaat trainen. Hoger niveau, betere spelers en een beter niveau. En buiten het veld is het dus een hele rustige jongen. Maar is dat dan ook prima? Of hebben jullie toch liever dat hij misschien wel iets... meer aanwezig voor. Kijk, iedereen is anders. En de een heeft een hoop lawaai en de ander die is altijd heel rustig. Hij is heel bedeesd en kalm en doordacht. En daar markeert helemaal niks aan. Kijk, uiteindelijk als het fluitje gaat van de training, dan moet je aanstaan, zeggen we dan met elkaar. Daar hebben we bij hem bijna geen last van. Hoe nu verder? Is hij er al bijna of gaat hij het redden? Kijken jullie daar tegenaan? Ben je er bijna? Dat is natuurlijk een vraag die is altijd heel lastig in te vullen. Kijk, waar wij het altijd over hebben is over potentie. Mensen met mogelijkheden die de profgedachte kunnen overnemen. En hij is onderweg om richting de onder 18. En misschien ook al wel sneller, dat zal de tijd hem leren. Uiteindelijk gaat het niet meer om de leeftijd hoe oud dat je bent, maar hoe goed dat je bent. Nou, en daar is hij zeker iemand die je in de gaten moet houden. Wat is je ultieme droom? Ja, eerst nu gewoon in het eerste spelen en daarna naar een mooie club in de Premier League of Barcelona.